Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van ons op Sourcetime. En we gaan vandaag iets super leuks doen. We gaan op trektocht. Alweer, maar deze keer gaan we veel vloggen. We gaan een hele week lang weg. Een hele week, jongens. Hoe gaan we het overleven? Ja. Ja, het is nu 9 uur. Het was de bedoeling dat we eigenlijk om 9 uur klaar zouden zijn. En we zijn nog niet begonnen. Maar dat maakt niet uit. Dat bederft het pret niet. We gaan nu gewoon zo meteen lekker opzadelen. Ja. En dan... Ja, gaan we op weg richting Nunspeet. Waar we vorige ook waren. Ja. Nou, dit was de verrassing. Onze baby Nathan. Onze mini Nathan. Toch? Een Henksje. Het is een Henksje. En hun zijn ook op trektocht. Alleen dan op de stal van Sabine. Nou, hier heb ik dus alles eventjes klaargelegd. En er is een springschoen vallen en hier hangt mijn hoofdstijl. En ik ga nu eventjes het petje halen. En ja, dan gaat het echt beginnen, want ze zit nu nog te eten. En ze heeft een uur geleden eten gehad. En ja, maar filmen straks wel wat verder zijn. Nou, we zitten dus nu op de paarden. Ik zit op mijn bondje. En daar rijdt Manuela. En ik weet niet of je het ziet, maar het is een beetje mistig. En... Huh? Ik heb het niet gezien. Oh, Manuela heeft een nieuw zadel. Al een maand of zo. Nou, zo ziet Manuela er dus uit. Met een mooi hoofdstel en een zadel en tassen en Manuela erop. Ja. Nou, hier is Sabine. Super mooi bondje. Zadeltassies. Ja, dat is Sabine. Nu gaan we even langs koeien en daar wordt Heli altijd een beetje dribbelig van. Heli wil spelen, maar dat kan niet. Hè? Spelen kan niet, hè? Dus. Oh, deze is echt cute. Die is schattig. Die is echt licht. En een dikke. Hallo dikke. Nou, we zijn in het bos aangekomen en het lijkt niet zo heel mooi, maar het licht is echt heel mooi. En ja, zo ziet ons uitzicht eruit. Gewoon overal zijn blaadjes. Oké, we zijn net de brug overgestoken. We zijn net iets over 5 kilometer heen. En we moeten ongeveer 25. Dus het is nog een lange weg. 20 te gaan ongeveer. Ja, nog 20. Iets. Veel goed lopen, ik heb echt geen flauw idee naar, maar dat zien we vanzelf wel. Ik zit nog steeds op de merries. Ja. Het gaat goed. Af en toe delen ze wat trappen uit, maar... Hè. De lucht is ook blauw, jongens. Dat is zo mooi. We horen alleen maar de auto's. En Sabine is iets heel cools aan het doen. Want, zoals jullie misschien net zagen, had Sabine zwarte tegels. Nu rijdt ze met witte tegels, omdat ze bevestigd zijn aan het halster. Dus dat betekent dat Sabine witloos aan het rijden is. Is het wel rijden witloos? Nou, ze heeft wel een bitje, maar er staan geen tegels aan. We gaan weer naar beneden. Door de blaadjes, lekker herfstachtig. We hebben echt gelukkig dat we een cap op hebben, want echt zoveel takken tegen ons hoofd aan gehad. Ja. We zijn aangekomen en daar zit Manuela en het is echt leuk, want we waren al een keer geweest. Oh, spet naar niet flamen. Nee, je hoeft het niet te doen. Ja, ze zijn best bezweet. Oh ja, we gaan ze eventjes afspoelen. We zijn hier al een keer geweest. Ja. En het is best gezellig hier. Doet hij het? Ja. Fijn. Dan gaan we ze even afspoelen. Zo jongens, het is inmiddels al donker. Sabine zit hier naast mij. Het is klaar en we kunnen zo meteen lekker naar bed toe. Mijn moeder komt morgen langs en neemt allemaal nog wat eten mee. Dus we hoeven niet meer bang te zijn dat het eten op is. Dus morgen hebben we gewoon lekker veel eten. In onze zadel. Oh, vanavond chipjes eten. Lekker. We gaan zo meteen echt lekker vroeg naar bed. Want daar hebben we wel zin in. Dus ik denk dat we jullie morgen weer zien en dat we voor vandaag wel te rusten zeggen. Denk je niet? Ja. Misschien dat we zometeen heel even nog een stukje laten filmen. Goedemorgen lieve YouTube vrienden. Je ziet niks, want dat komt omdat wij net wakker zijn. We zijn al begonnen aan het eten. En nou, je ziet echt helemaal niks, maar... Paatje staat al diep buiten en gisteren sliepen we om 8 uur al en het is nu... Hoe laat is het nu?
ongeveer 9 uur of zo. We weer om 8 uur wakker. Oh, het is echt een bang uur. Hier zit kijk. 8 uur. Oh, het is nu 8 uur. Oh, dan werden we wakker om 7 uur. Ja. Oh, nou, we werden wakker 7 uur. En we zijn nu even een broodje aan het eten, want ja, we hadden gisteravond geen avond gegeten, omdat we gewoon geen honger hebben. En ja, we filmen zo meteen wel eventjes hoe de paadjes in de stal staan, of in de weiland staan. En ze gaan zo meteen in het werk. En als we zin hebben, dan gaan we vertrekken. Oké, we gaan nu de paarden opzadelen, want het is dag 2. Mm-hmm. En we hebben best nou vlechtjes gemaakt. En Heli staat hier en het is een beetje rommelig hier en de zon schijnt lekker. En hier zijn nog meer paarden. Ja. Spetna is een beetje pieperig. Zo, we staan hier bij de zandplas. En dat betekent dat we dus onderweg zijn. We zoeken nu eventjes een pad dat we kunnen lopen, want je mag hier niet lopen met het paard. Dus nu kijken we eventjes hoe we veilig kunnen lopen. Zo, nou jongens, tot zo. Oh. Oké, we zitten dus nu in dit bos. We zijn net even een hele drukke weg overgestoken. En Spetna zweet behoorlijk al, maar ze houdt het wel vol. En ik rijd nog steeds pitloos. Oh, ik ben echt blij dat ze het gewoon doet. En Manuela zit gapen op het paard. Ja, oh god, wat gaat ze doen? Oh, en dan moet Spetna natuurlijk weer een beetje achteraan, hè? Ja. Een raar beest. Thinking about my kiss, you're staring at my lips. Just tell me what you want from me. Tell me what you want from me. I know it 'cause I feel it too, but I need to hear the truth. Yeah, tell me what you want from me. Tell me what you want from me. Take me to the bridge, lay me on the ground. No more holding back. Now time is running out. Come on, baby, truth or dare. We zitten dus nu in het bos en we zijn 2/3 ongeveer. En daar rijdt Manuela. Huh? Daar rijdt Manuela. Wat dan? Wil jij filmen? Hier links? Weet ik niet, ik zeg jij moet de weg wijzen. Oeh. Ja, we weten de weg wel, maar Manuela kan geen kaart lezen op de telefoon. Ja, we hebben nu een ijsje gehaald. Manuela heeft een raketje. En ik heb hier even de hoesje van de camera. En mijn paard hier loopt lekker. En ik heb een mango ijsje. En we moeten nog hoeveel kilometer ongeveer? Ik heb niet eens een idee waar we zijn. We moeten nog ongeveer 6 kilometer en dan zijn we er. En dan mogen de paarden ook wat lekkers eten. En ja, ze zijn heel braaf. Er lopen heel veel mensen hier. Oké, we hebben net allemaal uitleg gekregen. Wie staat hier? Een paard. Waar alle paarden staan. En waar ze moeten staan met een weiland. En dat we gewoon hooi kunnen pakken en dat soort dingen. En hier staat Spetna. Even drinken. En we gaan ze zo even in het weiland zetten. Manuela, waar zijn we? In Heerde. Ja? We zijn gearriveerd in Heerde nummertje 2 als slaapplek. En nu krijg ik mijn standen open. En, we slapen hier. Achter, laat je koeien. Achter Sabine, achter de camera. Is Spetna aan het plassen. En aan de zijkant is Heli. Hier is Heli. En zij staat nog op. En doe op. En ja, we staan dus met de paarden. Tegenover deze dames. Grote vriendinnen.
Oké, de paarden staan nu in het weiland. En daar staan andere paarden. Oh, het paard gaat weer rollen. Maar ze hebben hier hooi. En hier staat Heli. Lijkt het als Heli aan het uitsteken is, hoe ver het ook niet leuk. Zo. Oké, dit is dus een heel, heel mooi paard, want... Moet ik het zeggen? Ja? Het is een feunetje van het paard Totilas. Ja. Zo cute. Jullie kennen Totilas vast wel, anders komt hier nu even een plaatje in beeld. Dit is een feunetje ervan. Zo, we zijn lekker aan het chillen. Ik zit in de stoel. Wankie erbij, Sabine Staro. Kan je het zien? Ja. Triller zit Io van mij. Miso en ik ben voer aan het klaarmaken. Ik ga even laten zien. Zo, even zien. Kijk, dit is voor avond. En die moet ik dus even klaarzetten voor die mevrouw. Want die mevrouw geeft dan de paarden 's avonds eten. Rond een uur of 11 en wij gaan echt om 8 uur al slapen. Dus dan kan het wel goed zijn. En deze is voor ochtend. Nou, wij gaan eventjes het eten klaarzetten. Ja. En eventjes... Ik wil een spijker in mijn schoen. Eeuw. Nee, we kunnen... ik ga de dingen even opmaken. Het bed. Oh ja. Dat ga ik even doen. Oké, ik zet jullie neer jongens. En tot zo. Nou, trainer is helemaal ready. Ik kan jullie wel even laten zien wat wij gaan eten vanavond. Deze chipjes. Nou, dat is niet avondeten hoor jongens. Schrik maar niet. Deze, die meisjeshondjes, nacho cheese dingen, die eten we met heksenkaas. Dat is echt super lekker. We eten zelf wraps met een beetje komkommer erop. En we gaan soep maken. En dat is wat we gaan eten. En dit is dus alweer de slaapplekje. We zijn aan het eten. We hebben soep gemaakt. Ja, als eerste een wrap met gewoon heel simpel komkommers. En het is echt super lekker. En hier is soep aan het dingetje. Maar we moeten even wachten tot alles een beetje anders gaat worden. Dus het is heel heet, dus nu moet het eventjes... Kijk, zie de rondjes. Ja. Even lekker met elkaar gaan dingessen. Die van jou ziet er anders uit dan die van mij. Dus ik denk dat die van mij nog iets meer moet, hè? Ik zou wel proeven, dat is het tot sterk. Ja, dat is waar. Ik moet even afwachten tot het afkoelt. Dus eet smakelijk, jongens. Wat doe jij nou ineens? Ja. Maar dat komt omdat Spet nou niet verder mocht.